Toen ik terugkwam van mijn reis, ben ik dit verder gaan onderzoeken en zo begonnen mijn onderzoek naar de volledige plastic kwestie in Europa. Zo kwamen wij erachter dat we in Europa, wat fastfood betreft, jaarlijks maar liefst 36,4 miljard plastic rietjes afzetten. En dan heb ik het dus alleen enkel over de fastfoodindustrie. De hele hospitality branche en fastfood samen doen maar liefst ruim 66 miljard plastic rietjes. Om dit voor jullie te visualiseren, dit is een lijn van hier in Nederland naar Nieuw-Zeeland aan 20 centimeter rietjes elke dag opnieuw. Daarbij zit er een kleine moeite aan voor jou. Vanaf 3 juli 2021 worden plastic wegwerpartikelen zoals plastic rietjes, stirrers, wattenstaafjes, bordjes en bestek volledig verboden en aan banden gelegd door het Europees Parlement. Met onze natuurlijk glutenvrije rietjes die niet drassig worden, krijg je een duurzaam rietje en draag je bij aan de wereldwijde koolstofdioxide-reductie, terwijl je verantwoord drinkt en waarde toevoegt aan onze planeet. Anticipeer jij zodoende al op de aankomende wetswijziging? Vraag vrijblijvend een gesprek aan onder deze video of klik op de link, zodat wij jou kunnen helpen met het zichtbaar verduurzamen van jouw onderneming, zoals we deden bij vele anderen, zoals de Oostwego Collection, Albert Heijn, Jumbo, TKW en Irma. Volg jij?